Leuk dat je weer kijkt. Nieuwe video. Karpvis in het voorjaar. In de begin lente. Het is halverwege maart. Zit op een parkwatertje wat wel redelijk bekend is bij mij. Waar het ook begonnen is eigenlijk allemaal voor mij. Het hele vissen, karpvissen. Ja, ik ga je meenemen in mijn visserij en een klein stukje uitleggen over de onderlijn. En we gaan het zien. Yo! Nou, dat is het richtje wat ik vandaag gebruik. Het hoeft allemaal niet zo heel spannend te zijn. 15 mm coco en bananen van ProLine. PVA zakje. Licht loodje. Ja. Meer als dit hoeft het niet te wezen, jongens. Niet te moeilijk. Geen poespas op de her, of de haak, of de rig, of weet ik het wat. Zeker voor die kleine parkwatertjes hoeft het allemaal totaal niet. Want ik ben echt een groot verbruiker van PVA. Dus die gooien we er wel even aan. Maar zeker even lekker verkruimen, zeker in het voorjaar. Dus ja, dit zou het allemaal moeten gaan doen. Lekker vroeg voorjaarzonnetje. Kan je meestal wel goed karpen vissen op de watertjes met ondieptes. Warmt het lekker snel op. Kan je snel scoren, zeg maar. Ja, en toch leuk. Beetje die visjes in de... wat zwemt hier? Ja, centimeter of 60, 65. Kilootje of 3, 3,5 max. Ah, dat is leuk joh. Even voor het voorjaar. Even van de nul af in het nieuwe jaar. Ah, dat is lachen. Ja. Nummer 1. Papa. Nou, de eerste karper van 2023. Oh, daar gaat die andere ook even. Oké. Die ging ook even. Chaos. Ja, mooi visie. Een paar platen wat schieten. Coconut en banana. Ja. Gaan we niet wegen, gaan we ook niet meten. We zijn van de nul af, joh. He? Gaat lekker terug. Nou, daar gaat hij. Is de bedoeling. Lekker man, toch het eerste visie. In ieder geval het eerste karpje voor 2023. Hup. Kom jongen. Ja. Mazzel. Nou, omdat we net op deze ook nog even run. Ik heb het idee dat dat dan ook gelijk niet helemaal lekker ligt meer, zeg maar. En dat die bolie of toch af is of gedraaid zit. We gaan veel even binnenhalen. Nou jongens, schijnbaar is dit ook het voorjaar. Gaat het ineens regenen. Nou ja, het blijft wel aftetterd, het ding. Ben ik in ieder geval blij. Nou, we hebben wel een visje gevangen. Een centimeter of, ja het zal het zijn, 60, kilootje of 3. Ja. Regen en zon. Zit je dan met je achterklep te vissen? Nou ja, leuk dat voor je. Hè? Zon, regen, regen, zon, alles erop en daar. Nou ja. Nou. Oh, oh, oh eens. Ja, ja, ja. Er weer heen. Leuk man, voorjaartje op. Nou, tweede visje. Dit betekent niet groter is dan 40 centimeter en een kilo. Ach ja, we hebben weer een beetje actie. Ga snel terug.